daar omhoog. Uitkijken. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is weer zondag. Ja, we zijn weer lekker op pad. En het is monumentendag. Hè? En het is monumentendag. Even kijken waar de kinderen zijn. Ah, daar zijn ze. Even zwaaien. Ja. Hallo. Nou, het is monumentendag en wij zijn op weg naar de kerk in Bergen. Bij ons in een dorp. Hè? Ja. Nou, in ieder geval, als het goed is, ga ik met de drie oudste de toren in. En de drie oudste wel, de kleintjes niet, maar dan gaan mama iets doen met de kinderen. Komt goed. Dus kijk gezellig met ons mee. Ja. Nou, ja, ik zie popjes. Welke? Maar er is een raampje daar, toch nieuw? Ja, die helemaal achter. Die onderste. Ja, de onderste en dan... maar die laatste. En hier speel ik. En hier speel jij, hè? En daar speel ik. Oh, en daar speel jij. Nou, ja. Leuk. Dus dit is jouw school? Ja, onze ook. Oh, die van jullie ook. Hallo, nou, leuk, hè? Zo, zoals we het net hebben verteld, gaan we daar omhoog. Hou je er zin in? Ja! Het is wel hoog, hè? Ik zie wel één van. Wij blijven beneden nu. Wij gaan helemaal naar de boven klimmen als het goed is. Want het is vandaag monumentendag. En vandaag hebben we de gelegenheid om daarin te gaan. Zin in? Ja. Goed zo, jij ook, Jana? Of vind je het al eng? Ja, een beetje. Een beetje. Ja, hè? Ja. We zullen het zien, hè? Ja. Nou, jongens. Een lekker plekje gevonden op een zacht kissentje. Hè? Ja. Mooi, hè? Thank you.
Hallo. We zijn nou bij de kerk, hè? Ja. Ik ben naar binnen geweest kijken, toch? Ja. En dadelijk, helemaal naar boven. Helemaal daar bovenin, hè? Oh, doei! Oh, doei. Nou gaan ze. Wat gaan wij dadelijk doen? Nee, dat nog niet. We gaan eerst door de tuin lopen, toch, van de kerk. Ijsje. Daarna gaan we ijsje halen, hè, bij de Albertijn. Nou jongens, dit is de kerktuin. Daar gaan we nou in. Kijk, moet daar door het hekje heen. Ijsje? Nee, dat is geen ijstuin. Het is de kerktuin. En papa en Diane en Neil en Jana zijn helemaal tot onder de klok naar boven aan het klimmen. En daar is de grote klok. Ja, hele grote klok, hè? Dat is de lamp. Dus als het 's avonds donker is, zit de kerk in de verlichting hier. Dat doet deze lamp omhoog schijnen. En dan zien ze een hele mooie kerk 's avonds verlicht. Deze. Ja, deze. Zullen we verder in de tuin gaan kijken? Ga je mee? Kijk, en hier allemaal de ramen van de kerk. Ja, hier nog één. Kom, gaan we verder kijken. Nog één. Ga je nou mee? Ga je voor Zo, hier zitten heel veel bijen. Kijk. Daar zijn de bijen. Kijk, zie je dat? Zie je ze vliegen? Bijen, hè? En daarboven is de kerktoren weer achter, hè? Daarachter. Zit dat? Die zit nou achter de bomen, hè? Ja. Wie zijn daar nou naar boven dan? Ik zijn dan ja. Al daar bij Kel. Papa. Ja, allemaal hè. Alleen wij niet. Hè. Jullie zijn te klein en mama heeft hoofdvrees. Ja. Dus ik sla liever over. Wij naar het bankje. Nou, naar het bankje. Daar zitten de mensen. Maar wij kunnen wel eventjes daar gaan kijken. Een beetje verder, ja? Bij de ik zie mama zit eentjes bij de vijver. Papa. Ja. Maar twee bankjes. Er zijn meerdere bankjes, hè. Ja. Wij gaan even bij de eentjes kijken. Wat eten? Maar twee poepjes. Maar dit zijn loop-eentjes, schat. Ja, maar twee poepjes. Nee. Die doen niks. Doen een heel mooi liedje zingen voor jou, Boas. Je bent klappen. Ja, maar schat, daar kun je niet omheen lopen, schat. Want hier kom je daar aan de andere kant uit. Kijk, hier hebben we alleen de vijver nog. Hé, hey, de volgende keer doen we broodjes meenemen, ja? Ja. Ja. Oh, boem. Viel weer een eikeltje uit de boom, hè? Mama, dit is rechts en links. Ja. Oeh, eiken! Mama, dadelijk weer. Gaan we nu naar huis kijken. We gaan dadelijk naar de kerk weer. Ja. Ja. Wauw. Oh, dat is de deur. Ja. Dat is de deur. Mama, kom hun daar uit. Hier komen hun daar uit, ja. Mama, moet je eten bonbons en eten papa? Mama, moet je eten bonbons. Volgende keer nemen we broodjes mee voor de eentjes. Ja. Dat is prachtig. Kijk hier.
toch, mama? Ja. Dat is prachtig. Die grondjes. Echt wauw! Hier hebben we hele mooie bloemen. Ja, mooie bloemen. Rode en een rode. Rode en een rode. Nee, oranje en een rode en een rode. Ja, hier zei die mevrouw dat we nog komen kijken. Dat er hele mooie beestjes waren. Blauw. Hier kijken. Rood en groene oog. Groene oog. Groen oog. Kijk. Kijk eens hier. Eens kijken. Allemaal eentjes. Hey, en kijk eens daarachter, Liwan. Kom eens hier. Kijk eens daarachter. Daarachter. Helemaal achter. Mama, jou eens optillen? Even wachten. Daarachter. Waar zit daarachter? Een varken. Een varken. Dat is leuk. En nu gaan wij verder. Wij gaan zo verder. Mama, even boven nog het varkentje laten zien, ja? Ja, en allemaal. Ja, kijk hè. Nee, je kan er niet uit, schat. Even wachten. Een boerij. Mama, dit is een boerij. Kijk, helemaal achteraan, Boas. Daarachter. Zie je die varken? Ja, ik zie ook. Nee, daarachter. Hij zit met zijn billen tegen de boom aan te schuren. Nee, nu gaat hij poepen, Iel. Nee, hij heeft jeuk. Nee, hij gaat zijn billen krabben. Nee, hij is een bil aan het krabben. En hier al die eentjes hiervoor. Poepen! Hij gaat net poepen. Nee, hij gaat niet poepen. Nee, ik wil naar de kerk. Dat is de kerk, ja. Kerk. Ja, wij gaan verder, hè? Wacht, pap. Die kan ik ook. Ik hou wel jou even mee. Ik ga eitje. Kijk, en zo lopen wij de kerktuin weer uit. Ja. Goed. Nou, na de wandeling in de kasteeltuin ga ik met de kleintjes nog even een doos ijs halen. Ja. Daar hebben ze daar wel voor team. Nou, en klimmen. Ik was gewoon gezellig. Ja, papa niet, hè? Nee. Nee. Pap moet echt bukken. Huh? Ja, hier is mooi dan. Is toch cool, hè? Uitkijken. Wordt steeds donkerder en dan weer lichter. Oh ja. We zullen het zien. Verder, hè? Ja, we gaan nog verder.
zonnetje. De zon. Ze zijn hoger dan de bomen. Echt wel? Ja, dat denk ik ook. Dat zei je, hè? Denk ik ook. Kijk maar dadelijk tussen de lampjes, denk ik. Wow, ze zijn echt hoger dan de bomen. En ook zelfs hoger dan de ogen. Ja, ze zijn heel hoog. Ja, we gaan naar deze kant heen. Wow, die kant. Ja. Gaan we weer op een trap? Ja. Nou zijn we bij de klokken. Zie je dat? Klok. Is die afgegaan, hè? Dan zijn we in de keideur, denk ik. Kijk dat, jongen. Ja. Jongens, we kalmen elkaar. Kijk hier. Die planken die zitten zo schuin naar beneden. Anders gaat het geluid naar boven en dan gaat die naar beneden. Vroeger moesten de mensen weten hoe laat het was, want die hadden zo'n klokje niet. En jullie wel, hè? Wow, het is erg spits nu. Spits? Ja, het wordt spitsen. Wow! Nog hoger, hè? Ja. Is. Wow. Ja. Ik ga rustig aanlopen. Een hoge klim, hè? Oh, ja, dadelijk krijg je een raamtrap. Doe eens even rustig, Diane. Een beetje bang. Oh ja. Is dit de laatste verstieping? Ja, dit. De trappen nog steeds. Smal. Ja. Klimt er maar op, Diane. Maar nou, niks gebeuren. Oh, op de zwarte tegels. Hoor je dat? Op de zwarte tegels, jongens. Hier ben je in de tuin ook. Verder lopen. Er zijn meer tegels. Oh, we zijn er al. Ja. Op de zwarte tegels We staan gewoon boven de klokken erin. Ja, dan ga maar kijken. Zo, de heer. Het is echt niet te lopen. Nee, joh. Is dit alleen dit? Laat hem maar overheen. Komt gewoon. Moet ik met je meelopen? Ja, daar is de kruidvat. Mama die zit hier zo beneden hier zo. Dat zien wij nou niet. Nee. Mooi, Jana. Kijk je wel uit, meis. Ja. Waar? Daar zit ze hier in. Ik papa gaat even snel en dan kom je gewoon naar papa gelopen. Dan gaan we weer verder. Ja? En af en toe naar buiten kijken, hè? Nee.
Ja. Jeroen, rustig aan lopen. Papa, ja. Op ons gemak, hè? Ja, doe maar. Hier even. Zo, nog even de klok in. Het was het druk, maar... Daar loopt papa nou naar beneden. Ja, misschien vrij niet meer dadelijk naar beneden. Wel, jullie durven wel naar beneden. Wel uitkijken, hè, dames? Ja, Pien. Moet rustig aan lopen. Jij ook, Aniel? Ja. Kijk, ik stapte net verkeerd, dus daarom viel ik. Bijna. Hallo, Jana. Hoi. Vind je het leuk? Hallo. Ja, een beetje spannend. Kijk hoe erg ik tril. Waarom dan? Ja, omdat... Vind je het spannend? Ja. Ja, maar dat is ook. Naar beneden is het sowieso omdat spannend. Omdat het gewoon doen is en je denkt elke keer dat je trapje op je dat je valt. Maar het is niet. Ja. Nee, is niet, hè? Nee. Nou, we zijn bijna beneden. We zijn bijna beneden. Ja, want dit is die andere... Ik pak even zo leeg mee. Bedankt dat je dat zegt. We zijn nu... De bomen zijn nu hoger. Ja? Ja. Oh. Hey Niel! Hey. Dat is superleuk! Hey Jana! Iedereen! Leuk hè? Ja! En we hebben een lekker ijsje! En volgens mij hoor ik die anderen zo al aankomen. Hebben die ook daar een ijsje? Hoor jij papa ook al dan? En hij lekt. Lekt ook. Lekker, lekker, lekker. Kijk, daar komen de anderen aan. Dus die kunnen ook een ijsje pakken. Pak maar een ijsje onderop. Regenboog ijs. Lekker regenboog ijsje. Was het leuk, Bogen? Ja, maar een beetje hoogtevrees. Had je een beetje hoogtevrees? Maar weer spannend. Kribbeltjes in de buik. Tot de boksen, toch? Zo, tot de klokken. Tot de klokken? Klok. Dat is toch bijna bij de, ja, bijna bij de klok, toch? Nee, bij de klok daar. Ja, dat is het hoogste, hè? Dus helemaal tot de klok daarboven. Nee, 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 nee. Hun komen zo hierheen. Lekker toetje zo, hè? Ja. Wat heb jij gedaan? Ja, hij had een aankom, maar die was helemaal zwart. Dus er zat viezigheid op weer. Want die en heeft er ook. Brandweer. Ik zie hier allemaal flesjes en mutsjes. Kom maar ja, kijken. Als de alarm nu gaat, Jana, dan moeten ze heel snel omkleden en in de brandweer. Ja. Die gelukkig maakt de brandweer. Die was iets naar achteren. Ja, dat ligt allemaal op, hè. Ligt allemaal klaar. Hun stappen in en ze zijn weg. En dat gaat heel snel. En wat voor geluid maakt dat? Wat voor geluid maakt dat bij ons? Vet hè? Hoe heb je dat toch? Kom, hup, zo. Pak maar. Oh, niet te wijzen. Pak je? Nee. Ja, nog één. Kijk. Die kant. Komt je aan, hè? Komt je aan. Nou, volgens mij wou Jana ook nog laten zien waar haar klas was, toch? Ik ook. Jij ook? Ja. Kunnen jullie jouw klas dan zien? Ja. Ja, zit je ook aan deze kant? Ja, boven Jana. Oh jee, boven Jana. Ja, dus als Diane een scheetje laat, hoort Jana.
Want dit is Jana's klas met die ballonnen op de raam. Deze? Ja. En daarboven, daar is Diane's klas. Oh, die van Diane is wel een saaie klas. Ja, dat is ook niet veel. Ja, dat moet nog versierd worden, denk ik. Oh. Hey, morgen is het weer zover dat je daarin moet. Waar ben je, hè, boe? Zo, zeg maar tot morgen. Tot morgen. En wanneer mag jij naar school, Bo? Luan, weet jij het nog? In april. In april, ja. Want hoeveel jaar word jij dan? Ah, vier. Dat is vijf. Je doet vijf, maar je bedoelt vier, hè? Ja. En dan weten we nog niet in welk klas je komt, hè? Ja, zoveel. Nee, één vingertje eraf. Ja, vier. Toppie, we gaan weer naar huis. Nou, we zagen dat wij nog niet hadden afgesloten voor van de kerk. Dus dat doe ik bij deze. Nou, ik heb met de kinderen genoten toen ik naar boven klom. Mama had ook genoten met de kindjes in de tuin. Al die diertjes vonden ze kei leuk. En ja, wij hebben echt genoten in de kerk dat we naar boven zijn geklommen. Mooi uitzicht. Super mooie klokken. Dus ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze vlog. Vond je het leuk? Geef dan een duimpje omhoog en vergeet niet hieronder te abonneren.